Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets super vets cools doen. Iets wat ik voor de allereerste keer van mijn leven ga doen. En ja, ik heb er heel veel zin in. Dus tot zo. Wat ik voor jullie heb geregeld is twee keer een super vette radiolamp. Wat die allemaal kan is, je zet hem aan en dan kan die allemaal kleuren doen. Dus rood, geel, groen, blauw, paars, echt alles. Je kan hem ook in regenboogkleuren zetten en harder en zachter. Je kan hem sneller en langzamer. Heel veel dingen kan je ermee. Je kan dus ook radio ermee doen en je kan hem ophangen aan je eigen lamp. Super vet dus. Moet je echt hebben. Hoe het werkt is best wel makkelijk. Je gaat naar www.iamkion.com/giveaway. Het staat hieronder ook. En daar vind je dus op mijn snel gemaakte website een aantal vragen. Als je die vragen goed beantwoordt, krijg je een extra punt erbij. En dat zijn volgens mij 6 vragen. Dus dan kan je, omdat er 1 vraag is met 2 punten, 7 punten extra verdienen. En dan gaat je naam dus 7 keer extra in de grote grabbelpot. Hoe je ook extra punten kan verdienen, is door tegen je vriendje te zeggen van abonneer even op I'm Kion en zeg ik ben gestuurd door hoe je heet. Wat je ook nog moet doen is als je meedoet hieronder in de chat even zeggen ik doe mee. De giveaway voor deze super vette radiolamp duurt nog tot niet komende woensdag. Maar volgende week woensdag, dus 10 dagen. En dan wordt zondag bekendgemaakt wie er heeft gewonnen. Vrijdag of zaterdag upload ik ook nog even een videootje van dat ik alles aan het maken ben. Zodat jullie me geloven. En niet dat ik van één naam alles in de pot heb gedaan. Omdat ik dat zeker wil dat diegene wint. Dat doe ik echt niet, geloof me. Lees alles hieronder. Dus even goed na. Hieronder staat alle spelregels, een hele waslijst. Aan alle dingen, hoe je moet meedoen, wat je kan winnen, nog helemaal precies in de details. En ja, veel succes! Dus tot komende vrijdag of zaterdag. The best piece of advice I have for someone trying to succeed in the film industry or any creative space is: if you're doing what everyone else is doing, you're doing it wrong.